Een heel goede avond. Dit is Ter Zake. Jean-Marie de Dekker is het beu en opent al op 1 mei de terrassen. Mark van Ranst waarschuwde meteen, het virus is ons niet beu. De politicus en de viroloog gaan hier in debat. Komt de Britse oud-premier David Cameron dan toch in de problemen door zijn lobbywerk voor financiële bedrijven? It's one of these strange British stories where it's not quite corruption, but it's influence. And it's not quite illegal, but it's smelly. En we spraken met een van Afrika's meest prominente virologen. Het is donderdag 15 april. Hartelijk welkom. De versoepelingen die het overlegcomité voor de komende weken heeft aangekondigd, lokken heel verdeelde reacties uit. Experten, zoals Mark van Ranst en artsen, maken zich zorgen dat er te veel is beloofd. Want het aantal patiënten op intensieve zorg blijft alarmerend hoog en het virus is nog altijd heel actief. Tegelijkertijd klinkt de roep naar een iets normaler en socialer leven al maar luider, onder meer bij Jean-Marie de Dekker. Hij wil als burgemeester van Middelkerke de terrassen sowieso toestaan vanaf 1 mei, ook al mag dat niet. Het zorgde gisteren voor onbegrip. Dat is vandaag een zeer gemakkelijke houding waarmee je u vandaag sympathiek maakt als burgemeester, misschien. Maar morgen is dat de Far West, hè? Je kan je nu op korte termijn heel snel gaan profileren. En ik begrijp dat ook. Ik had ook liever die terrassen op 1 mei open gehad. Maar ik denk dat we nu allemaal samen mensen die politieke verantwoordelijkheid en die leiding geven in dit land, en van op het lokale niveau tot op het nationaal niveau, ik denk dat we nu die bevolking mee moeten trekken in dit verhaal. Want als iedereen zijn goesting begint te doen in dit land, hè, waar eindigen we dan? Is het dat wat we willen? Nee, toch, hè? Goedenavond, heren. We gaan erover debatteren. Meneer de Dekker, u houdt nog altijd vol dat u die terrassen gaat zetten op 1 mei al. Absoluut. Wat maakt daar eigenlijk het verschil? 1 mei of 8 mei? Wat maakt het verschil? Het verschil is voor mij nu dat men ons al zo lang al een kleintje houdt. Horeca is momenteel bijna 7 maanden gesloten. Men heeft al 4, 5 keer beloofd. Eerst heeft men gezegd, kijk, de volledige horeca gaat open. De krokusvakantie mochten de terrassen niet open, want 1 mei zou in gevaar komen voor de grote horeca. Nu zegt men terug van 1 mei is het 8 dagen later. En omdat ik ook weet wat er achter de schermen van de politiek gebeurd is. De socialisten zeggen, dus Magnet en Co, de burgemeester van Liège, Di Rupo heeft dat 2 maanden geleden al gezegd. De dag van de vrijheid wordt 1 mei. Dus de dag van de socialisten. Dat gunt men ook niet in die andere partijen. Dat gunt men dan niet. En dan zegt men, we gaan dat een weekje gaan uitstellen. Al is het maar alleen om een gezicht te redden. Dat is het politiek debat dat daarop hangt. En dat komt inderdaad niet op die week. Maar ik ben het beu om bedrogen te worden. Daarvan heb ik nu absoluut genoeg. Ja, zou het kunnen dat u eigenlijk ook zegt, dit is heel symbolisch geworden? Ik steek hier bij wijze van spreken een dikke middelvinger op. Want intussen blijkt, WTV liet vanmiddag weten, er is een steekproef gedaan. Ja, de horeca in Middelkerke staat niet echt te springen voor die opening op 1 mei. Nee, mevrouw, maar het gaat voor mij niet om de horeca alleen. Het gaat voor mij over de volksgezondheid. En u zult de vraag stellen, ja, vreest u niet om bestraft te worden? Nee, er is nog nooit een burgemeester bestraft te worden om extra maatregelen te nemen voor de volksgezondheid. En ik verklaar mij nader. Ieder weekend, en ook midden in de week, mag vandaag naar de kust komen, het loopt veel met volk. Gaan wij als sardientjes in een trein, gaan we mensen aanvoeren naar de kust. We moeten ze dan ontvangen op de kust. Laat ze maar lopen op de kust. En ik heb geleerd, ik ben er al een tijdje mee bezig. Het is niet van vandaag. Ik heb gezegd, de zaak gaat open. Ik ben daar een tijdje mee bezig. Want ik heb zelf terrassen geplaatst op de Zeedijk als proef. Nu al, hè? Wij hebben dat zelf gedaan. Hebt u tafeltjes gezet? Ook gedurende de paasvakantie. Mensen gaan daaraan zitten. Hè, gaan een karapils gaan kopen. Of weet ik veel. Zitten daaraan, nemen een maaltijd. Doen dat allemaal dus heel reglementair. Het doen kan dat goed. Volstrekt veilig. Niet alleen volstrekt veilig. Het bevordert de volksgezondheid. Oh. Ik zal u zeggen waarom. In de besmettingen in de buitenlucht zijn er bijna geen.
één op 1000. Ik heb hier 4 studies bij, niet van niks. Het is vandaar dat we gaan er zo meteen dieper op in, meneer De Dekker. Maar ik wil nu toch eerst professor Van Ranst laten reageren, want u deed dat vandaag meteen op Twitter. U zei, het virus is nog onder ons, Jean-Marie. Wat, natuurlijk, ja. Er liggen nog 900, meer dan 900 mensen op intensieve zorgen. Er komen er ongeveer 250 bij elke dag. Mm-hmm. Dus die natuurlijk week is ook heel wel belangrijk. Die week is misschien symbolisch, dat kan wel. Maar er is een politiek compromis daar gesloten. En ik ben heel zeker, hè, die terrassen die gaan niet open op 1 mei, want niemand is daarvoor. Hè. Wie gaat er daar rondlopen? Dat gaan de politieagenten zijn die door de gouverneur worden gestuurd, want dat is ook niet uw vriend. Je hebt hem nog Hitler genoemd een tijdje geleden. Ik heb hem niet Hitler genoemd, maar ik heb wel gezegd... Ja, ik moest hem een snorretje en botten aan, ja. Maar als het op dit... Ja. Maar, daar ga ik niet, daar ga ik niet over. De politiek die hij voert. Maar u zegt, professor Van Ranst, ja, die terrassen, dat is eigenlijk bluffpoker op 1 mei. Dat is bluffpoker. En de horeca zelf wil dat ook niet. En eigenlijk wat je doet, is heel populistisch gewoon met de voeten spelen van de horeca. Want wat moeten die mensen doen? Open gaan en boetes betalen? Wel, die kunnen nu misschien graag zien. Maar die gaan nu niet zo graag zien dat ze boetes gaan betalen. Nee, absoluut niet. Ik ben ook niet zeker dat uw korpschef dat die het ministerie besluit niet gaat volgen. Dus uw eigen partijvoorzitter is niet voor. U hebt hier 7 uur gehad om te praten. Ik zou toch nog 7 minuten hebben om te praten. Wat u zegt, punt 1, de burgemeester is baas van de politie. Dat is punt 1. Maar die gaan geen legale dingen doen. Nee, wacht een klein minuutje. Punt 2, ik heb ervaring. Ik heb ervaring met de sheriff van Brugge. Geen enkel probleem. Ik ga je zelfs een voorbeeld geven. Hè, vermits het nogal persoonlijk aspect. U hebt het nu over gouverneur De Kaluwe. Over gouverneur De Kaluwe, ja. Hij heeft al klacht neergelegd tegen ons. Bij de eerste lockdown. Heeft hij klacht neergelegd tegen ons. Heeft, omdat wij, en luister goed wat ik nu zeg, niet wilden deelnemen aan de wisselbeker om zoveel mogelijk coronaboetes uit te schrijven. Mijn korpschef heeft dat niet willen doen. Men heeft toen controle gedaan, algemene inspectie van de federale politie. Die zijn bij ons geweest, we hebben een uitstekend rapport gehad en we hebben 173 coronaboetes uitgekeerd in een hansjaar. Vandaag is mijn gemeente, u kunt kijken op de barometer, staat op de tweede plaats van best scorende coronamiddelen. Punt 2. Ik zit niet tussen politici zoals jij die niet doen wat ze zeggen. Ik doe wat ik zeg. En als ik dat doe, heeft dat niets alleen te maken met de horeca, het heeft te maken met volksgezondheid. U bent viroloog. U weet dat de besmettingen buiten 1000ste zijn van de besmettingen binnen. 1000ste. De horeca gaat ook niet binnen open. Hè? Dus die mensen maakt komen, u uw redenering af, meneer De Dekker? Ja, die mensen komen, ja, de University of Canterbury, kan 1 op 1000. Die mensen komen allemaal bij ons. Ze komen op de zeedijk. Mijn zeedijk is 8 kilometer lang en nog 6 kilometer... duinen en strand. Mm-hmm. Die mensen komen daar nu toe, staan in een rijtje om een ijsje te eten, kruipen tegen elkaar overal, zitten op steen om te eten en zo. Ik heb het experiment gedaan. We hebben zelf terrassen gezet. Het is fantastisch verlopen. Zelf georganiseerd. Waarom, als we het met de gemeente mogen doen, waarom zou het in privé niet mogen? Ja, professor Van Ranst, wat is er mis met het principe zoals het hier wordt uitgelegd? Want een tijdje geleden zat u hier in de studio over Ter Kamerenbos. U zei toen wat er in de buitenlucht gebeurt, het risico op besmetting is eigenlijk minimaal. Dus waarom kan het eigenlijk niet? Je gaat geen enkele viroloog vinden dat dat anders gaat zeggen. Waarom hier, is het dan zo? Hier is het afgesproken van dat op 8 mei te doen. Maar is je afspraak verkeerd? Waarom heb je dan vroeger niet voor geijverd? Als u zelf zegt in de buitenlucht is er geen probleem, waarom heb je er dan niet voor geijverd dat de mensen buiten zitten, dat de mensen buiten gaan? En dat, nu sluiten jullie de mensen dat op? Staat in ons buitenplan. Of maak je het dan onmogelijk om naar buiten te komen? Want het probleem is, als er daar duizenden... De bevolking van Middelkerk in topseizoen is 100.000 mensen. Maar Pasen was dat tussen de 60.000 en de 70.000 mensen. En die mensen moeten daar rondlopen. Zonder hygiënes, zonder toiletten, weet ik veel. Mogen ergens binnen. U doet ze ophokken. U doet ze binnenblijven. Want er zijn bijvoorbeeld geen toilet. Als viroloog zou u moeten zetten, iedereen naar buiten. Want de kans om besmet te worden is 1000ste. Maar dan moet je nog niet een week voordat dat afgesproken is, gaan opendoen. De procureur des Konings, die gaat agenten in Burgers sturen om uw mensen van de horeca, om die boetes te gaan geven. U hoeft zich daar niks van aan te trekken. U bent viroloog. Nee, u hoeft zich daar niks van aan. Dat het politiek gevolg is voor mij, dat is mijn probleem. Maar als viroloog zou u dat moeten toejuichen in plaats van afstraffen. Nee, dat zou u Nee. Wat u moet een voorbeeld zijn voor de burgers. Wanneer die burgers zien, wanneer die burgers zien dat jij je voeten veegt aan de coronamaatregelen, dan is geen goed voorbeeld. Een burgervader, die moet het voorbeeld zijn.
Oké. Meneer De Dekker, ik ben het voorbeeld. Maar als er dwaze maatregelen genomen worden en verpolitiseerde maatregelen, want dat is een compleet verpolitiseerde maatregel. Ik heb het al uitgelegd. Normaal was het voorzien voor 1 mei. Men heeft daar een politiek compromisje gedaan om het de week te verlengen. En dat moeten wij maar aanvaarden, omdat en de coulissen van de macht dergelijke zaken besloten worden. Meneer De Dekker, nu zegt u eigenlijk aan professor Van Rans dat hij te veel mee betrokken is in die politieke coulissen van de macht. Dat weet ik niet. Wat de politieke gevolgen zijn voor mij, daar moet hij niets van aantrekken. Hij hoeft mij de les niet te lezen als burgemeester. Hij mag ook zelf op lijst staan als burgemeester. Hij moet de virus begeren. Ik moet de bevolking. Maar het is wel een belangrijk argument dat ik hier hoor. Wat gaat u doen? Uiteindelijk, het is ook wat gouverneur De Caluwe zegt, zullen de uitbaters de pineut zijn. Er is vanmiddag nog een persbericht verstuurd dat het Openbaar Ministerie hier de prerogatief heeft en streng zal optreden. U kan die boetes niet ongedaan maken. Ik heb al gezegd dat ik al controle gekregen heb. Even de draad er nog op hangen. Ik verplicht niemand om open te doen. Mm-hmm. Ik verplicht niemand. Als mens maar wie wel open doet en een boete krijgt? Wie wel open doet, zullen we zien, mevrouw. U wel open. Maar die krijgen een boete. Dat zullen we zien. U hoeft zich daar niks van aantrekken. U bent viroloog. Zullen we zien? We zullen zien wat er gebeurt op dit vlak. Ik zou de eerste zijn die bestraft wordt, de burgemeester die bestraft wordt, om te zorgen, extra te zorgen voor de gezondheid van zijn bevolking en voor de gezondheid van de toeristen. Ja, je staat er wel heel alleen in. Hè. De enige die u gelijk geven, dat zijn de mannen van het palieterke. Dat is ongeveer. Maar dat is toch niet belachelijk? En van u van de Rode Vaan, gaan we belachelijk doen of niet? Nee. Nee, wie mij gelijk heeft, burgemeester van Moorsleden, Wart Verhoeden. Wie mij gelijk heeft, Pieter Grote, burgemeester van Knokke. Wie mij gelijk heeft, en Luik. Het is alleen om te zien, heren, wie durft het, daarover gaat het. Heren, ik wil een stapje verder zetten. En eigenlijk zijn we er spontaan nu in beland. Want dit gaat uiteraard over veel meer dan die terrassen alleen. Meneer De Dekker, u werpt zichzelf eigenlijk al een jaar lang op als de stem van het volk. U fulmineert tegen de bureaucratie, waar politici voor moeten capituleren, zoals u ook schreef in Knak vorige zomer. Dat gaat onder meer over professor Van Ranst. Natuurlijk. Ja, wat hij schreef, als men een hond begint te janken, als hij Van Ranst of Erika Vliegen op tv ziet. Schoon geschreven. Ja, dat zal wel. Ja, het gaat ook over gietijzeren zelfgenoegzaamheid, de viro-goeroe enzovoort. U voedt daar heel veel negatieve gevoelens mee. Klopt, mevrouw. En ik heb die ook. Ja, en is daar niet alleen mee? Ik sta er niet alleen mee. Victorens, Vuijen, Siegfried Brakke, allemaal. Ja, dat zit inderdaad in heel goed gezelschap. Goed gezelschap. Ik heb het nog nooit aangevallen op Twitter of zo, doe ik niet. Wat u wel doet. Maar laat ons het toch een beetje beschaafd gaan. Mm-hmm. Ja, maar het gaat waar wel, ik het moeilijk wel mee, nee, waar ik het moeilijk mee heb, met de leugens die onderweg verspreid zijn. Zoals? Ik heb ook uitspraken van meneer Van Rans van in de tijd. Wij moesten geen masker dragen. Op dat moment inderdaad was niet. Was allemaal niet nodig. Achteraf geeft hij dan zelf toe dat het was, omdat we geen voorraad hadden. Wie heeft ze laten verbranden? Ik heb 2009 met u ook meegemaakt dat u geweigerd hebt dat de sporters ingeënt werden. En u hebt er nog een conferentie over gehouden hoe dat u de mensen gemanipuleerd hebt. Maar dat hebt sporters moesten toen geen voorraad krijgen. En nu gaat het ook over de mensen vrouwen, U hebt toen 108 miljoen euro vaccins besteld en er zijn er 85 miljoen euro van vernietigd, meneer Van Rans. En ook van de mondmaskers toen zijn er 35 miljoen mondmaskers vernietigd. Ze hadden ze beter gehouden. Wie was er de baas? Dat gaat over het verleden. U vraagt aan mij, hoe kom je ertoe om dit te zeggen? Omdat er vele keer onderweg van mening veranderd is, punt 1. Omgedraaid, zaken die niet nodig zijn. Het is een blunderboek. Hè? Hans, het beleid rond corona is een blunderboek. Denk maar aan de app. Heb je zo'n app op je telefoon staan? Ja. Dat heb ik inderdaad. Ja, als die verkleurt, zal het prachtig zijn. Het spel dat gebeurt, ja. Professor Van Ranst, als we kijken naar wat er nu gebeurt, ook de onvrede die bij heel veel mensen leeft, dat is eigenlijk de vraag op dit moment. U kreeg ook vandaag op sociale media opnieuw veel kritiek, omdat u meteen reageerde van die maatregelen gaan veel te ver. Veel mensen vinden daar ook van, dat is iets dat de politiek beslist, moet u zich niet over uitspreken. Oh jawel. Natuurlijk wel. Wordt toch vaak gezegd, het zijn de politici die de beslissingen nemen. Ja, maar die mogen die beslissingen nemen, maar dat staat dan niet vrij, of dat staat niet los van het feit dat daar kritiek op mag komen. Mm-hmm. Want dat zou nog
dat in die maatschappij wil je niet leven. Oké, dus u bent heel vrij om dat te doen, zoals u het ook bent. Hoe kunnen we toch in de fase waarin we nu gekomen zijn, het is een heel zwaar jaar geweest, er komt misschien nog heel veel op ons af, vaccinaties die niet goed lopen, ik zie u knikken, ja. Varianten die daar dan toch immuun voor zijn. Hoe kunnen we dit leefbaar houden? Premier De Croo zei gisteren zelf risicobeheersing. Ja, wat je moet doen is, of wat nu nodig was en iedereen besefte dat, was een beetje druk van de ketel houden, het ventiel open doen. En dan zijn die terrassen, dat is nog een redelijk veilige manier om dat te doen. Mm-hmm. Ja, dat geef ik toe. Dat was ook het voorstel van de virologen om dat te doen. Goed, maar de vraag is eigenlijk, eerste golf, tweede golf, derde golf, er komt misschien een vierde golf. Hoe houden we dat leefbaar zonder van die ene maatregelen, forsen, opnieuw lossen? Wel, in plaats van datums op te plakken, door de streefcijfers op te plakken. Iedereen hoort die cijfers elke dag. Ze zijn allemaal beu, maar die worden wel belangrijker of meer zinvol wanneer je weet, het gaat naar beneden, wanneer we dit halen als niveau, dan komt er dat als versoepeling. Dat moeten we geven. Ja. Die datums, daar heb je alleen maar een ras mee. Ik wil u iets voorleggen, want er groeit veel verzet. Dat weten we met z'n allen waarop we in deze pandemie moeten leven. En begin deze week zei Nathan Klumek, een collega-infectioloog van de ULB, in ter zake dit. Donc on est dans un moment que moi j'appelle un moment charnière, clé, a breaking point. Si on ne fait rien et que l'on continue comme ça, j'ai peur qu'il y ait plus de manifestations. Plus de repressie en peut-être plus de violence. Meneer De Dekker, dat is eigenlijk iemand die op uw lijn zit. Ik denk het, ja. Mm-hmm. En dat geloof ik ook. En dat zie ik ook gebeuren. Ik ben burgemeester van de gemeente. Ik heb al 4 zelfmoorden in mijn gemeente alleen al. Dat betekent iets, mevrouw. Mm-hmm. En ik sta ook in voor de morele gezondheid van mijn bevolking. En niet alleen voor het feit dat er virus is. Het is een afweging maken. Het is een zware afweging maken. Er zijn risico's aan verbonden. Ja. En er moeten beslissingen genomen worden. En als men blijft volharden in den boze, ja, dan moet je het een keer zeggen, het is genoeg geweest. Professor Van Ranst, wat denkt u van uw collega's? Ik denk dat ongeveer iedereen op dezelfde lijn zit. Ja, zegt u hetzelfde? Ongeveer wel, ja. Je moet druk van de ketel halen nu. Ja, en dan moet je een aantal versoepelingen doen. Ook al puur virologisch gezien, ook maar al zijn de cijfers niet goed genoeg. Heel beperkt. Ja, wat men gedaan heeft, is het deksel compleet van de ketel genomen. En alle favoriete versoepelingen van ongeveer alle partijen, die zijn er op een heel korte termijn, gaan die er doorkomen. Mm-hmm. En dat houdt wel een gevaar in. Want luxueus is onze situatie absoluut niet. Ja, meneer De Dekker, want wat ik ook nog even toch voor ik u laat antwoorden, er zijn intussen toch al die mensen die zwaar ziek in ziekenhuizen liggen, die familieleden hebben moeten afgeven, veel sterfgevallen. Er is personeel in ziekenhuizen dat eigenlijk op het tandvlees zit. Niemand weet het beter als burgemeester dan ik. Ik heb ook 4 bejaarden tehuis, denk ik, 4 woonzorgcentra in mijn gemeente. Hoor. Ik weet wat het leed... Maar u hoort dan ook wat de sector zegt. Ja, tuurlijk. Maar vandaar dat ik zeg, mijn maatregel is de bevordering van de volksgezondheid. Mijn maatregel is mensen die aan de kust komen, die willen genieten van de gezonde lucht, van de jodium in de lucht, om die op een deftige manier te ontvangen, een veiliger manier om niet besmet te raken, dan in een lijn te staan van 50 te wachten op een ijsje en dan allemaal op een steen te gaan zitten naast elkaar. Ik kan u foto's tonen, mevrouw. Ik heb ze misschien bij. Ik zou foto's... Nee. Van hoe men zit. Hè. Een strandbar is gesloten. Strandbaar is dicht, er mag niemand op zitten. Hans, die strandbaar is ingelegd om met tafeltje maximum van 4 om eraan te zitten. Al de mensen zitten ernaast. Mm-hmm. Schouder tegen schouder zitten ze te eten. Ze gaan naar de Spar om een pot karapils en ze zitten met 4, 5 tegen elkaar. Ze moeten allemaal een pintje drinken. Ik pleit ervoor die terrassen te gebruiken voor de volksgezondheid. Daarover gaat het. En dat wil men niet inzien. Want het gaat over het principe van terrassen. Het gaat over de horeca. Mm-hmm. Daar gaat het over. Nee, het gaat over de volksgezondheid. Goed, het gaat over die terrassen met de situatie zoals ze nu is, of het nu 1 voor u wordt het 1 mei. Hoe ziet u de verdere toekomst? U wil eigenlijk nog veel meer dan wat nu wordt gezegd, ondanks deze cijfers. Kijk, het is tijd na 1 jaar. Ik heb hier nog een studie bij, onder andere van Oxford. Die universiteit zal u waarschijnlijk gekend zijn. Die een vergelijking gemaakt heeft
tussen de landen, Europese landen, waar een sterke lockdown was en waar er een minder sterke lockdown was. Wat denk je waar wij... De resultaten zijn net hetzelfde. Want jij denkt, de resultaten zijn net hetzelfde. U denkt dat wij een sterke lockdown hebben. Diezelfde Universiteit van Oxford... Of toch zeer ambetant. Ja, die bekijkt ook de strengheid van de lockdowns. En dan staan wij helemaal onderaan. Nee. Met Zwitserland en IJsland. Nee, ik zou de punten kunnen geven. Nee, wij staan tweede. Nee, dat is niet wij staan tweede. En kijk nu wat er in Frankrijk gebeurt met een lockdown, met hun avondslot om 6 uur. Ze hebben nog nooit zoveel problemen gehad. Dus alleen wil ik zeggen, hè, en ik wil niks, zelfs het beleid niet bekritiseren daarover. Maar als je iedere keer dezelfde zaken doet en een ander resultaat verwacht, want we zitten nu in dezelfde lockdown, dan zit je verkeerd. En ik denk dat we een stukje moeten gaan nadenken. Ik bekijk ook de sterftecijfer bijvoorbeeld. Mensen onder de 25. Er zijn onder de 25 zijn er 9 mensen overleden, waarvan dan nog 33% de hartkwaal had en 27% diabetes. De professor zal het wel weten. Dan kijken, we hebben al onze kinderen op leerachterstand gezet, allemaal onder de 25, terwijl het gevaar wel een besmettingsgevaar is. Daarmee het zijn niet enkel de doden. Hè. Dan, je hebt long-covid, waar ja, je absoluut... Ik wens het u niet toe. Hè. Nee, ik ben akkoord. En geneeskundig kun je dit allemaal zeggen. We hebben Hans ook onze economie op slot gedaan. Min 65 jaar zijn er ongeveer 1400 doden. Dus ik vind dat we een keer moeten gaan nadenken. Gaan we de kinderen blijven laten naar school gaan? Kijk naar de resultaten in landen met een heel sterke lockdown. Die niet beter zijn van resultaat dan dat wij zijn. Integendeel, wij zijn een van de landen waar de kinderen veel naar school zijn kunnen gaan. Ik ga je de studie opsturen, professor. Normaal moet jij op een knop kunnen drukken op de universiteit. Maar ik ga ze opsturen. Het is van de Universiteit van Oxford. Ik kan misschien kunnen zeggen hoe de studie noemt. Nee. De Government Response Tracker van de Oxford University. Okay. Ik denk niet dat dat fake news is, zoals op Twitter bij jou, maar het is... Ik begrijp. Wanneer je die getallen bekijkt, dan hebben wij een lockdown die zeer mild is. We ervaren dat natuurlijk anders, omdat we niet in een ander land ook tegelijkertijd kunnen leven. Maar wij hebben een milde lockdown vergeleken met andere landen. We hebben onze scholen veel meer kunnen openhouden dan in vele andere landen. Wij zagen over een avondklok van 12 uur 's nachts. Ja, terwijl in vele landen, in Frankrijk, om 6 uur binnen moest. Ik hoor hier, er gaan studies uitgewisseld worden, maar dat eigenlijk de standpunten niet echt dichter komen. Meneer De Dekker, ik wil u nog iets voorleggen in verband met professor Van Ranst. Het bleek ook tijdens dit gesprek, je zou kunnen zeggen dat hij bijna de verpersoonlijking is geworden, in uw ogen, van het virus zelf. Hij krijgt heel wat op zijn dak. Alsjeblieft, ik doe dat zelfs niet persoonlijk. Het interesseert me geen barst. Nee, dat de professor maar ik bedoel, intussen zitten we met dat virus en het is eigenlijk in alle landen even erg. Hè? En ik herhaal, ik ben de eerste om daaraan mee te werken. Dat doen wij ook in onze gemeente. De statistiek van mijn gemeente ligt maar hier. We zijn de tweede beste van West-Vlaanderen. Niet tegenstaande het feit dat wij terrasjes uitgezet hebben op onszelf. Het blijft een succes te zijn. En als er zaken een succes zijn, hè, in plaats van dan de politicien, we gunnen nu dit of we gunnen dat, of we luisteren dan naar de viroloog, moet je luisteren naar het succes van de maatregelen. En waarom heeft men de indruk dat men hier zo zwaar geregeld wordt? Omdat er te veel absurde maatregelen in zitten. Dat is het grote probleem. Ga maar aan het venstertje zitten in de trein. Als je student bent in Gent en je wilt de zondag keer naar huis komen, naar je moeder. Dat kun je niet meer. Meneer De Dekker, punt gemaakt. We moeten hier afronden. We kunnen het nog een keer doen als blijkt dat we nog heel lang in deze miserie zitten. Hartelijk dank voor dit debat. Dank u wel. De zaak rond de Britse oud-premier David Cameron is in Londense politieke kringen zeker nog niet gaan liggen. Cameron ligt al een tijdje onder vuur wegens zijn lobbywerk bij Britse regeringsleden voor Greensill Capital, een financieringsmaatschappij van de Australische bankier Lex Greensill, die intussen failliet is gegaan. De huidige premier Johnson heeft een officieel onderzoek aangekondigd waarbij ook de jaren van Camerons premierschap zullen bekeken worden. Willem van Mullum. I will do everything I can as Prime Minister to steady the ship over the coming weeks and months. But I do not think it would be right for me to try to be the captain that steers our country to its next destination.
24 juni 2016, daags na het Brexit-referendum. Premier David Cameron kondigt zijn ontslag aan. Een verloren referendum kost hem zijn plek in Downing Street 10. In 2018 gaat Cameron als adviseur aan de slag bij Greensill Capital. Greensill is een financieringsmaatschappij en ondersteunt via korte termijn leningen bedrijven die in moeilijkheden zitten. Begin maart gaat Greensill failliet. En in de val komt naar buiten dat Cameron voor het bedrijf lobbyde in de hoogste politieke kringen. Well, the issue is that rather than doing everything, as he put it in his own press statement about this, by the book, he used the informal method of text messages and meeting for a beer to lobby ministers. And this was seen, once it emerged after the journalistic probing, as being not what a former prime minister should do. Cameron werkte bij Greensill voor deze Lex Greensill, een man die in de regering Cameron nog een rol als adviseur kreeg. Voor de val van Greensill lobbyde Cameron bij verschillende ministers over staatssteun voor de financieringsmaatschappij. Has the former Prime Minister David Cameron done something wrong? Strictly speaking, no, he's not done something wrong, because he's not broken any of the formal rules governing lobbying. And the reason to say that is that he's been an employee of Greensill, the company which is at the center of this. And the current legal position, ironically put in place by David Cameron himself, is one which exempts employees of a company from the rules that apply to professional lobbyists. Having said that, it's very clear that there is an unpleasant smell. Een lobbywerk van Cameron haalde niets uit. Extra steun of fondsen voor Greensill kwamen er niet. His reputation will suffer indefinitely from this. Now, whether he cares is a different question. Cameron is renowned for his nonchalant approach to everything. He invented the expression chillaxing to describe the way he took time off and didn't want to get involved every single minute in politics. So he may just brush it off and say, this is a mistake. I'll let the damage die down. The storm died down, and then I'll return to what I was doing anyway, which is maybe some corporate jobs, maybe some lectures. But brand Cameron is definitely damaged. Nochtans had de politicus David Cameron een duidelijke kijk op gelobby tussen de zakenwereld en de politiek. Zo formuleerde hij het op een partijcongres in 2010, enkele maanden voor hij premier werd. Ik denk dat de geheime lobby van zakenmensen de kern is waarom mensen de politiek zo beu zijn. Het vergroot de angsten en verdenkingen van mensen over hoe ons politiek systeem werkt. Waarbij geld macht kan kopen, macht naar geld kan hengelen en een select kringetje aan de top beslissingen kan nemen voor hun eigen belangen. Dit kan zo niet verder. Het verhaal deint nu uit naar Westminster, het politieke hart van het Verenigd Koninkrijk. Oppositiepartij Labour heeft politiek bloed geroken. Will the Prime Minister tell this House when he last spoke to former Prime Minister David Cameron? The honest truth, I cannot remember when I last spoke to Dave, but I can, if she wants to know whether I've had any contact with him about any of the matters that have been in the press, the answer is no. Toch stelt de Britse regering nu een onderzoek in naar het lobbywerk van de ex-premier. Dan zit daar misschien ook wel een politiek motief achter. Boris Johnson is choosing, in the expression that he likes to use, to throw David Cameron under the bus, to let him take the blame and try to isolate himself from this. Now, this may be the rivalry between Boris Johnson and David Cameron over many decades, or it may be Boris's idea for how to contain the story, blame a predecessor but one, and hope that the dirt doesn't stick to his government. Politiek probeert iedereen zijn eigen veld te redden. De economische kater wordt waarschijnlijk een pak pijnlijker. De val van Greensill zou wereldwijd tienduizenden banen kunnen kosten. De leveringen van coronavaccins aan Afrikaanse landen bevinden zich in een impasse. En dat is problematisch uiteraard voor de vaccinatiestrategie. Dat heeft het Agentschap voor Volksgezondheid van de Afrikaanse Unie bekendgemaakt. Het is ook de grote bezorgdheid van professor Amadou Alpha Sall, een van Afrika's belangrijkste virologen. Hij was gisteren voor overleg op het REGA-instituut. Stijn Falk en Deborah Votken. Oké,
Ook in Afrika maakt de COVID-pandemie duizenden doden. 116.000 volgens de officiële teller. Dat is wel opvallend weinig als je kijkt naar westerse cijfers. Bijna 580.000 doden in Amerika. Europa is zelfs de kaap van de 900.000 al voorbij. 5 tot 9 keer minder doden in Afrika, in een continent met 1,3 miljard mensen, een zevende van de wereldbevolking. Al van in de begindagen van de pandemie zochten wetenschappers naar verklaringen waarom het continent relatief gespaard bleef. De transport aérien ne sont pas aussi développés entre la Chine et l'Europe et les États-Unis et entre la Chine et l'Afrique. Donc c'est pourquoi l'Afrique a été moins touchée. Afrika kent ook een zeer jonge bevolking. In het Westen sterven vooral oudere patiënten met bijkomende kwalen en aandoeningen. In Afrika zijn die aandoeningen op zich al eerder dodelijk. Maar de vraag rijst ook hoe betrouwbaar de Afrikaanse cijfers zijn. Elk land registreert anders en in Zuid-Afrika, het land met het grootste aantal geregistreerde covid-doden, liggen de recente oversterftecijfers bijvoorbeeld tot 40% hoger. Cijfers zeggen niet alles, beaamt dokter Amadou Al-Fassal, een van Afrika's belangrijkste virologen. De directeur van het gerenommeerde Institut Pasteur in Dakar is op blitzbezoek in ons land. Aujourd'hui, il y a eu plus de 41 millions de tests qui ont été faits sur l'Afrique. Quand on voit qu'on a plus de 55 pays, ça peut peut-être ne pas faire beaucoup. Cela aussi fait une grande diversité parce que l'Afrique du Sud n'est pas la Guinée-Bissau, etc. Ook op de wereldwijde besmettingskaart van de afgelopen week lijkt Afrika niet zwaar getroffen. Vooral in Centraal-Afrika lijkt COVID nauwelijks een probleem. Probablement qu'il y a dans certains pays beaucoup moins de tests. Il a été très vite remarqué que l'Afrique centrale testait beaucoup moins que l'Afrique australe, par exemple. Et c'est dans ce sens-là, probablement, il y a dans certaines zones moins de tests que ce qu'il est nécessaire. Niet alleen is er een tekort aan testen in Afrika, erger nog, er is een gebrek aan vaccins. Afrikaanse landen moeten het voorlopig doen met wat andere landen doneren. En weinig landen die op dit moment veel dosissen kunnen of willen missen. Er is wel het internationale COVAX-programma. 33 Afrikaanse landen kregen al een levering vaccins. Maar niet genoeg om zelfs de minimale doelstellingen van het internationale solidariteitsinitiatief te halen. L'initiative COVAX pour protéger 20% de la population qui correspondent aux souches vulnérables et prioritaires de manière à limiter l'impact de la maladie. Mais ces campagnes sont très limitées par le fait que nous n'avons pas assez de vaccins. Je veux dire, au Sénégal, pour une population ciblée d'à peu près 3,5 millions de personnes, même si on a fait beaucoup de vaccinations, on est quand même à 370 000, donc pas encore au niveau de la cible. Nous vivons dans un monde extrêmement globalisé où la mobilité fait que tous les problèmes finissent par être des problèmes globaux et que de ce point de vue-là, rien ne sert d'aller dans des compétitions mais plutôt investir dans le bien commun que sont les choses de la santé comme les vaccins, comme le diagnostic, etc. Lutter avec une épidémie dans un contexte de rareté de ressources est très très compliqué. Et finit justement par créer des comportements où les gens ne sont plus solidaires. On a beaucoup parlé du nationalisme en matière de vaccins. Et justement, je pense qu'en investissant dans ces capacités, on arrive quand même à résoudre les problèmes partout et c'est plus efficace. Afrika heeft vandaag niet meer dan 1% eigen vaccinontwikkeling en productiecapaciteit. En dat moet omhoog, in het belang van het continent en de hele wereld. Il est beaucoup plus important d'investir dans la préparation aux épidémies que d'essayer de lutter contre les épidémies. Certes, comme on dit souvent en santé publique, il n'y a aucune gloire dans la prévention, mais c'est dans la prévention que souvent on arrive à faire le plus gros travail. Et ça, c'est un message très important pour donner plus de moyens à la surveillance, pour entre les épidémies se préparer. Et dans le domaine du manufacturing, de la fabrication des produits pour lutter contre les épidémies, que ce soit dans les masques, dans le diagnostic. Et c'est pour ça que j'espère qu'on en tirera la leçon et qu'on se mettra dans une situation pour éviter que dans le futur on soit confronté au même problème. En daarmee hebt u heel ter zake gehad. Heel graag tot morgen.